allemaal en welkom terug bij een nieuwe video. Er komt dus nu al een nieuwe PlayStation uit. Oh my god. Mensen noemen het de PlayStation 4.5, de PlayStation Neo, de PlayStation 4.5 Neo. Maar ja, het gaat er gewoon om. Er komt een nieuwe PlayStation. Nou oké, niet helemaal eigenlijk een nieuwe PlayStation, want het is niet echt nieuw. Want laat ik het zo zeggen, het is gewoon een PlayStation 4, maar dan een nieuw model ervan. Hij heeft betere internal stuff. Ik laat die dingetjes wel even op het beeldscherm verschijnen. Dus ja, zelfde buitenkant met betere binnenkant. Maar vooral met beter beeld. Hij maakt het nu namelijk mogelijk om 4K af te kunnen spelen op de PlayStation. Wat natuurlijk prachtig is. Het is dus niet echt een hele grote verandering zoals de PlayStation 3 naar PlayStation 4. Want je kan dus gewoon dezelfde games op PlayStation 4 spelen die op PlayStation 4 Neo kan spelen. Er zullen geen PlayStation Neo exclusives komen. Dus geen speciale games die alleen op de Neo gespeeld zouden kunnen worden. Ontwikkelaars mogen ook geen exclusieve gameplay features of unlockables voor Neo gebruikers maken. Er gaan ook geruchten rond dat er betere virtual reality ondersteuningen zal zijn op de PlayStation Neo. Maar ja, zoals ik zei, het zijn geruchten, dus dat is niet zeker. Het is dus wel zeker dat deze PlayStation eraan komt. Nu is de grote vraag natuurlijk, wanneer en hoeveel gaat die kosten? Nou oké, wanneer die komt is niet zeker. Maar alle games zullen nu dus twee modussen moeten hebben. Een base mode en een Neo mode. De base mode is natuurlijk gewoon je normale mode, waarschijnlijk voor je PlayStation 4. En de Neo mode zal de mooiere mode zijn voor de PlayStation Neo. Dus je kan je PlayStation 4 spellen gewoon op PlayStation Neo afspelen en andersom. Alle games die na oktober uitkomen, moeten de Neo ondersteunen. En voor de games die nu al uit zijn, kunnen ontwikkelaars een patch uitbrengen, waardoor die ook die twee modes zal hebben. Dus ja, alle games die vanaf oktober uitkomen, moeten dus een Neo mode beschikken. Of ja, ondersteunen. Maar dit betekent niet dat de PlayStation Neo ook in oktober gaat uitkomen. Het is allemaal nog heel onzeker wanneer die gaat uitkomen en zo, maar mensen verwachten hem wel dit jaar, in ieder geval. Maar ik heb wel ander goed nieuws, de prijs is namelijk al wel bekend. Hij zal $400 gaan kosten en waarschijnlijk dan ook €400. Gewoon, ook al is de dollar goedkoper. Want dat was bij de PlayStation 4 ook zo. Maar ja, is deze PlayStation het waard? Nou, ik vind het zeg maar zo. Als je al een PlayStation 4 hebt, nee, dan is het het niet waard. Want het enige wat je krijgt is eigenlijk beter beeld. Het interface blijft ook hetzelfde. En dus, dat is die €400 dus echt even niet waard. Nou, je kan het natuurlijk even kopen als je heel rijk bent en gewoon veel geld over hebt. Maar voor de meeste mensen die al een PlayStation 4 hebben, zou ik zeggen, nee, niet kopen. Maar heb je nou nog geen PlayStation en wil je er wel een gaan halen, dan zou ik wel gewoon gaan voor het nieuwere model, de PlayStation Neo. Want het prijsverschil is nou niet echt heel erg groot. Dus heb je geen PlayStation 4, maar ben je wel van plan er een te gaan kopen, ja, ga voor de nieuwe versie. Dus voor de rest zal eigenlijk alles hetzelfde blijven voor de PlayStation 4 en PlayStation 4 Neo. Op zich is het wel gewoon goed gedaan, want je benadert zo de oude PlayStation 4 gebruikers niet. Want het enige wat ze krijgen is eigenlijk, ja, beter beeld. Maar oké, dat was het dan alweer voor deze video. Ik heb dus echt letterlijk net van dit nieuws gehoord en ik ging meteen allemaal dingetjes opzoeken. En ik vond het allemaal wel interessant, dus ik dacht, nou ja, laat ik meteen even een video erover maken. Dus ja, vonden jullie deze video nou leuk? Laat dan even een like achter. Abonneer als je er nog niet bent. En hopelijk is het deze video weer goed gegaan met mijn schreeuwende stem. Maar ja, dan zie ik jullie later. Asian out. Oké, ja, ik weet het. Ik schreeuw nogal in mijn video's. Sommigen vinden dat chill, anderen weer niet. Ik weet zelf eigenlijk niet echt wat ik ervan vind. Nou, ik denk zelf wel dat ik iets te hard praat.